Joke Emmers, jij speelt dit voorjaar mee in Leef, een nieuwe fictiereeks. Maar waarover gaat die reeks precies? De reeks gaat over Anja. En Anja die zit een beetje vast in haar job, in de routine van haar job. En die, ze is lijkentooister. Ik denk dat dat het mooie woord ervoor is. Maar eigenlijk in haar hoofd fantaseert zij over haar eigen beauty salon, omdat ze connectie met mensen mist. Maar de lijken die zij opmaakt, die worden wakker en die praten met haar om haar een beetje te stimuleren om voor haar droom te gaan. En gaandeweg ontdekt Anja misschien wel wat haar droom is. Daar gaat het over. En is die droom effectief dat beauty salon of zou het totaal anders kunnen uitdraaien? Het zou wel iets anders kunnen uitdraaien. Oké, spannend. Deze reeks is opgenomen in coronatijden. Ja. Hoe was dat om op een set te staan? Dat was heel fijn om te mogen filmen, want theater lag natuurlijk plat. Dus het was leuk dat dat nog kwam. Het was ook heel vreemd, want iedereen zit daar met een mondmasker. En jij ook. En dan, als je gerepeteerd hebt, snel dat mondmasker af om dan maar even te spelen en terug op. Het was wel pittig op dat gebied, want ik heb ook bijvoorbeeld echt in mensen hun mond moeten zitten en zo. Dus tussen elke take maar ontsmetten. Je merkt wel dat er heel waakzaam mee om moet gegaan worden. Maar niemand is ziek geworden, dus ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Heb je je moeten laten testen? Nee, dat was niet nodig. Maar eigenlijk zat ik al half... Ik was daarvoor nog met een theaterproductie bezig, dus ik zat al half in quarantaine omdat ik... het niet mogelijk vond om dat te combineren met vrienden zien, omdat ik mijn werk dan toch heel belangrijk vind. Dus ja, ik was wel 100% zeker dat ik het niet had eigenlijk. Je hebt vooral met Michael Pas gespeeld. Hoe was die samenwerking? Oh, het was ongelooflijk leuk om met Michael Pas te spelen. Dat is toch... Ja, dat is voor mij echt ook een kinderheld, want dat is Kulder Zipke, dus ik ben ermee opgegroeid. Ik weet dat je dat niet graag hoort, dat hem steeds Kulder Zipke genoemd wordt. Maar ik had hem al eens mogen ontmoeten in het theater, heel kort. Maar nu met hem op een set staan was echt super fijn. En die dynamiek zat ook super goed. En ik heb er wel wat van geleerd, zo over hoe je over rollen moet nadenken, dat je volgende rol niet altijd hetzelfde moet zijn als je vorige, hoe dat je... dat soort dingen moet aanpakken, dat vind ik wel, ja, het was super leerrijk om met hem te werken. Ja. Je hebt ook samengewerkt met Lucas van den Einde. Ja. In een van de afleveringen zien we hem in rode lingerie, in roze zal misschien nog een beetje erger zijn, met haken nota bene. Ja, we gaan misschien al een spoiler te geven. Hij moet zich een keer uitkleden waar hij bij zit. Ja. Hoe vaak heb je hem dat laten doen? Hoe vaak heb jij echt een scène verkeerd gespeeld om hem te pesten? Ja, toch wel. Nee, dat zou ik nooit doen. Maar hij heeft zich toch 13 keer mogen uit- en aankleden. Dus dat was zijn fitness voor de dag, denk ik. Maar hij vond het wel leuk. We hebben ook zijn scène op straat gedraaid. En dan vond hij het toch wel leuk om in die lingerie en op zijn hakken te mogen staan. Dus dat was waarschijnlijk heel bijzonder om te doen. Ja. Zou jij het... omgekeerd ook doen, in rode lingerie op straat gaan flaneren? Ja, maar ik zou iets minder zelfzeker zijn als hoe hij daar stond. Ja. Ja, die reeks Leef gaat natuurlijk ook een stuk over de dood. Hoe ga jij met de dood om? Heb jij de afgelopen maanden iemand moeten afgeven in deze coronatijden? Nee, gelukkig niet. Mijn grootouders die zijn al een paar jaar geleden gestorven, dus ik ben heel blij dat die niet door corona... zij moeten sterven, omdat mijn zus is verpleegster en die stond op de afdeling geriatrie en daar kwam een man binnen en die zei, ik vind het niet erg dat ik doodga, maar ik vind het heel erg dat ik alleen zal moeten sterven. En ik denk dat dat in deze periode echt de ellende van het moment is. Hè? Allee, of dat dat de ellende geweest is om alleen ja, te moeten sterven of ook om als familie te weten, wow, die ligt daar en we mogen er niet naartoe. Maar hoe ga ik met de dood om? Ja, ik vind dat iets heel moeilijk. Ik vond dat ook heel moeilijk om daar tussen die kisten en tussen die urnes op de set te staan. En als iemand een lijk moest spelen, die moest dan zo bevriezen. Oh, dat was wel heel confronterend. Ik vind het oké als iemand oud is en moet gaan, maar ik vind het echt vreselijk als iemand jong is en moet gaan. En ik denk dat je op een bepaald moment aanvaardt dat je tijd is of zo. Ik denk als je zo 90 bent en je denkt, nu is het oké.
Maar ik weet niet of ik nu al klaar zou zijn om zo'n kist in te gaan. Ja, in de reeks Leef praat jouw personage Anja tegen de doden. Doe jij dat ook wel eens? Praat jij bijvoorbeeld met jouw familieleden die overleden zijn? Ja, ik geloof wel in zo het gegeven beschermengel. Of ja, in hoe je dat interpreteert. Hè. Dus af en toe zeg ik wel eens, yo, en dan gaan we weer door. Maar niet zoals Anja. Anja is daar wel heel erg in doorgedreven natuurlijk. Hè. Die voert hele conversaties, dat niet per se. Nee. Ja, Anja is een speciaal geval, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar een leuk speciaal geval natuurlijk wel. Dat moeten we wel zeggen, hè? Ja, dat is tof. Ja. Dat vind ik fijn. Ja, ze is wel frivool of zo. Ik was heel bang toen we met de scenario's bezig waren dat zo een heel passief geval ging worden. Maar daar hebben we heel hard voor gewaakt dat dat niet is. En ook hoe ze nu gemonteerd hebben, het is wel vlot. En je denkt wel, oh, een intrigerend mens. Ik wil wel meer weten of zo. Of dat hoop ik dat je denkt als publiek. Ja. Wat is er voor jou afgelopen jaar allemaal in het water gevallen, Joke? Heel veel theater is in het water gevallen. Wij waren aan het spelen met Paling. Dat hebben we in de tussentijd nog mogen doen. Zo de zomerperiode. En dat hebben we 5 keer gespeeld. En dan is heel de tour afgezegd. Dat was wel moeilijk. Want dat is toch echt wat ik het liefste doe. Er voor mensen zijn ter afleiding in moeilijke perioden. En dat was niet mogelijk. Dus dat was wel frustrerend. Een show over geluk brengen. Iets waar mensen echt nood aan hadden. En misschien nog altijd hebben. En die is ook afgelast. Dus dat is wel spijtig. Veel theater. En nu, wanneer het terug open gaat, geen idee. Hè? En dat is zo moeilijk, want je bent actrice om er voor mensen te zijn. En dat gaat nu niet. Dus dat vind ik wel frustrerend op een of andere manier. Maar als je zo kijkt naar Macbeth van Froufrou bijvoorbeeld, dat er geweest is op Instagram, dat zijn wel leuke manieren om publiek te proberen te bereiken. Ja. In welk opzicht ben jij creatief geweest in deze coronatijden? Ik heb nieuwe plannen uitgezet voor binnen 2 jaar waarschijnlijk dan, als het weer... Dus ik ben wel bezig geweest met een nieuwe productie. Theater ook, die in de zomer 2022 zou moeten uitkomen. Maar de vraag is maar of dat er gaat zijn. Hè? Want voor hetzelfde geld is alles zo ver opgeschoven naar daar dat het zelfs niet mogelijk is om het te maken. Maar we gaan het zien. Maar het voordeel is dat jouw verhaal dan alleen maar nog beter kan worden. Ja, absoluut. En het heeft niks met corona te maken. Dat is het leuke. Ah nee, daar zitten we nu echt op te wachten op het eerste coronastuk. Ja, waarschijnlijk. Maar die gaat er zeker ook komen. Wees maar zeker. Maar nee, ik heb niet de nood om daar nog iets over te vertellen. Ik denk dat mensen daar ondertussen ook een beetje beu zijn geworden. Ja.